Het tweede seizoen in 2010 van het Dutch Racing League kampioenschap begon op het circuit van Melbourne in Australië. Nieuwe teams en nieuwe rijders, het was tijd voor de eerste krachtmeting. Maar voordat de rijders zich konden klaarmaken voor de hoofdrace was het Jan Braas die al de muur raakte in de opwarmronde en ook René Hoogterp moest uitvallen. Veel actie dus voordat de race überhaupt van start gaat. Een race met Jerry van der Heijden op de pole position, waarmee hij zijn verwachtingen na de tests meer dan waar maakt. En zo gaan de lichten uit met Van der Heijden die een slechte start meemaakt, waardoor teamgenoot Roy van Ommen de leiding kon overnemen en Giel de Haan plek 2 pakte. Alles goed en wel door de eerste bocht, maar even later zien de nieuwelingen Ivo Pakvis en F1-kaasrijder Carlo Willemsen met elkaar in contact komen. Jerry van der Heijden op weg naar plek 2 tikt voor zich Giel de Haan, maar daarachter maakt Arjan Vlaanderen een inschattingsfout en rolt zijn auto. Hij kan echter via een bezoek aan de pits weer de race vervolgen, maar wel vanaf achteraan natuurlijk. Aan de kop de beide Philips Cisnetic-auto's. Teamorders of gewoon gezond verstand, maar Van Ommen laat Van der Heijden er voorbij voor de leiding in de wedstrijd. Maar hij laat daarbij meteen een gaatje vrij voor Danny van Vossen, die profiteert en plek 2 pakt. Daarachter nieuweling Marcel op de Woerd die een sterke race reed, maar wel op een eenstopstrategie stond, waardoor hij later zou terugvallen. Ook Carlo Willemsen vocht zich terug na het moment in de eerste ronde en Pieter Brandsma van gpupdate.net had een fraai gevecht met Dino Bos, die ook terugkeerde in het DRL-veld na een seizoen afwezigheid. Voor in het veld lijkt Giel de Haan de derde plek te pakken, totdat Jeroen Seijzaan snel dichterbij komt. Zijn banden lijken het beter uit te houden en met nog een paar ronden te gaan pakt hij het laatste plekje op het podium. Dan dit moment in de race. Gerard Chacal geeft een tik aan Jörg Breuring, maar later wel uitvoerig zijn excuses heeft daarvoor aangeboden. Het kost hem echter wel een paar plaatsen. Maar helemaal vooraan, geen vuiltje aan de lucht. Jerry van der Heijden pakt zijn eerste overwinning in het DRL-kampioenschap. Daarachter nog een mooie sprint naar de finish met Ferra Chacal die nog net voor de streep Pieter Brandsma zich voorbij moet laten. En zo gaan we naar de sprintrace. 12 rondes lang met natuurlijk de top 8 van de hoofdrace die nu omgewisseld zijn voor de startopstelling van de sprintrace. Op naar de eerste bocht en daar directe problemen voor Sam Lonen. Hij verliest zijn voorvleugel en zal dus de pit moeten opzoeken. Ivo Pakvis start vanaf P3 maar verremt zich half waardoor hij niet de leiding kan pakken maar Jörg Breuring aan zich voorbij moet laten. Daarachter natuurlijk de gevechten met de snelle jongens die naar voren willen komen. De stand dan na een paar ronden. Jörg Breuring, Ivo Pakvis en daarachter Jeroen Seijzaan die echter al snel Thierry van der Heijden aan zich voorbij moet laten gaan. Roy van Ommen is ook op weg naar voren door hier Ivo Pakvis in te halen. Thierry van der Heijden heeft het gat dan helemaal dichtgereden en pakt Jörg Breuring voor de leiding in de wedstrijd. Daarachter pakt Roy van Ommen buitenom op fraaie wijze Jeroen Seijzaan. Dan lijkt het nog erg spannend te worden in de laatste ronde voor P2, maar Jörg Breuring houdt stand. Jerry van der Heijden pakt echter 2 uit 2 en mag samen met teamgenoot Roy van Ommen erg tevreden zijn over het resultaat van de races. De volgende race is op 26 september op het circuit van Montreal in Canada. Tot dan!